Kijk nou. Echt zo mooi. Nou, dit is toch niet normaal? Jumbo sushi is echt underrated. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe week. Ik kom ergens zo naast staan. Kijk, we zijn helemaal twinning. Ja. We hebben dezelfde bikini aan. So cute. Nou, we beginnen de week weer heerlijk met een ijsbad. Dus let's go. Nou, de girlies zijn even bij de Jonah Juice. En bij de Zuidas hebben ze dus pickled onions. En dat hebben ze niet bij elk filiaal, toch? Nee. Dus ik heb lekker een spicy tuna. Tuna met pickled onion. Echt super lekker. Oh. Ja, ik ook. Leuk, dit is echt lijp. Echt, hè? Kijk. Ik ga dit even goed mixen. Ja. Hoe cute ziet het eruit, helemaal roze. Zo, ik heb dit lang niet op. Echt, dit is zo lekker. Dit is toch geweldig. Ja, dat is niet normaal. Lekker naar de leg day. De leg day. Dit is ook echt te gek, ziet het eruit. Lekker, hè, die pickled onion. Het is echt heerlijk. Oh mijn god. Het is echt heel lekker. Dat ze dit niet overal hebben. Dit is ook echt top. Ook wel even een avocado bol. Echt super lekker. Dus je hebt dat broodje avocado en dan in een bol. Ja, heel lekker. Ja, dat houden we sowieso van Joe. En we hebben dus matcha energy. Ja. Dus een matcha proteïne. 21 gram proteïne. Hoeveel? 21. Oh, 21 gram, ja. Het stond even 9, toen dacht ik, hè? Nee. Oh mijn god, dit is lekker. Maar dit is wel echt een grote volume shake. Nou, als in... Ik ga er niet even voor de lol lekker erbij. Juist weinig volume. Oh. Want je drinkt heel, heel weinig voor 337 calorieën. Ja. Dus er zit zeg maar heel veel calorieën, dat bedoel ik ook. Ja, relatief veel calorieën voor wat je krijgt. Er zitten 337 in of zo en dit kan je ook maken voor 150 of zo. Heel lekker wel. Ja, heel heerlijk. Goeie man. Nou, wij gaan even lekker opsmikkelen. Oké, ik ben nu thuis. Ik ga even lekker douchen. Mijn haren was lang geleden. Ik ga even een planning maken, want het is allemaal helemaal chaotisch in mijn hoofd. En daarna weet ik nog niet wat ik ga doen. Nou, ik weet eigenlijk niet of morgen was. Morgenochtend ga ik weer hardlopen. Lastige keuzes altijd met wat sporten. Nou, ik heb er even wat dingetjes geregeld en geëdit en gedaan. Ik ga nu super lekker een soort komkommer sushi maken met mijn viral surimi salade. Even de keuken opruimen, dat is een beetje een troep. Daarvoor heb ik lekker nori snacks. Lekker avocado. En deze is echt perfect. Normaal bij de Albert Heijn zijn avocado's altijd kut. Maar ik vond er echt één die goed was. Bruh. Jongens, even serieus. Hoe goed is dit gelukt? Ik heb een soort sushi rol gemaakt van krab, salade met een komkommer omhulsel en dan avocado en de surimi en nori vel. Heb ik erbij. Oh mijn god. En dit is echt zo'n lekkere sushi bite. Ik vind het echt niet normaal. Ik ga dit echt even helemaal lekker oppeuzelen. Goedemorgen, maat. Het is 6 uur 's ochtends. Ik ga een sunrise hardloop run doen in Noordwijk met Bo. Daarom zijn we zo vroeg op. Ik heb allemaal weer stress en ben allemaal weer een beetje laat. We gaan even snel opschieten. Even een koffietje erin knallen. Daar gaan we. Goedemorgen. Nee, ik heb de... Wow, ik heb even ziek error. Ja, het is ook goedemorgen, maar ik heb de vlog al vanochtend geopend. We hebben net lekker gerend. Heerlijk, was echt top. 9 kilometertjes even. Ja, was top. Heerlijk even gerend. Ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer moet zeggen, maar ik ben nu onderweg naar huis. En dan begint de dag, ben ik lekker om 9:15 thuis. Heb je lekker al gerend. Ja, het is toch heerlijk. Ik heb de hele dag geëdit en gewerkt. Ik ga vanavond lekker een mukbang filmen. Echt super veel zin in. Het is echt graf weer. Het is alleen maar aan het regenen. Het is grauw. Fall officially started. Yay. Nou guys, ik ben echt
helemaal kapot van vanochtend. Dus hoe laat is het? Ik ga zo lekker mijn bed in. Het is 8:30. Ik ga lekker make-up afhalen en mijn bedje in. Wel gezellig mukbang opgenomen. Ik ben daarna nog even live geweest. Dat was echt heel leuk. En gezellig. Ja, dus dat eigenlijk. Goedemorgen, Mal. Het is 7 uur. Ik ging gisteren om 9 uur slapen omdat ik gewoon echt helemaal kapot was. En ik ben heel lekker vroeg wakker geworden. Ik ga naar Renaissance. En dan ga ik in zo'n Oxygen Hydro iets. Nou, iets met zuurstof en zo. Het schijnt dus heel goed voor je te zijn. Ook voor de zuurstof van je spieren en recovery en weet ik het allemaal. Dus ik ga dat lekker doen en heel veel zin in. Nou, ik had dus de Oxygen Hydro Oxygen gedaan bij Renaissance. En ik voel me eigenlijk echt top. Het is volgens mij meer voor lange termijn. Je zit dus in een capsule waardoor je meer zuurstof krijgt. En dat is dus beter voor je spiercel, voor je concentratie, voor je huid, echt voor alles. Dus ik wil dat eigenlijk net iets vaker gaan doen. Lekker vroeg in de ochtend zet je de toon van de dag, kun je wat dingetjes gaan vooruitplannen. Je kan ook ze hebben ook een zittende. Kun je gewoon werken. Dat ga ik de volgende keer doen. Ik heb mijn broek aan van Naked. Ik vind deze broek zo leuk. Het is zo'n pantalon. En dan heeft het dus gewoon een soort grappig randje eraan. Ik heb dus nog sushi over gisteravond. En ik wil dat eigenlijk voor lunch gaan eten. Niet echt het gezondste wat er is. En ik ben de afgelopen dagen ook niet heel gezond aan het eten. Maar ja, so be it. Ik ben weer de hele dag mezelf aan het vestigen op deze plek. Mijn home office. Ik heb net een mukbang geëdit. Jongens, ik heb het mukbangen weer even helemaal ondervonden, denk ik. In ieder geval, ik heb gisteravond gemukbangd. En nu denk ik weer dat ik het opeens elke week ga doen. Ik hoop het. Ik hoop het wel. Het was echt heel gezellig. Ja, ik ga het gewoon vaker doen. Waarom niet? Ik bedoel, hallo, gaat het even niet? Nou, het is inmiddels avond. Stan en ik zijn begonnen met Expeditie Robinson. En ik vind het echt heel leuk. Ik heb al 2 afleveringen gekeken. Wat vind jij ervan? Ik vind het leuk om te kijken. Ja, ik ook. Met PN'ers. Ik wil er one day. Sarah gaat ook ooit meedoen. Ja, one day ga ik ook meedoen. En ik heb even leuke productjes gekregen van Sunday Riley. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb net even me klaargemaakt. Ook mijn mascara nog doen. Dat komt nog goed. Ik ga nu even lekker een ontbijtje maken. En vandaag moet ik lenzen ophalen. Of eigenlijk weer een consult, want die lenzen zijn goed. En ik heb vanaf de musical. Super leuk. Nou jongens, ik moet er nu echt vandoor gaan. Ik ben dus nieuw ambassadeur van Vita Kruid. Echt heel blij mee. Ik vertel er later nog wel even meer over. Maar ik ga even snel een shake van ze maken. En dan heb echt een lekkere vanille whey shake. Het smaakt letterlijk naar een Mackie milkshake. Gewoon letterlijk. Ik heb best wel haast. Dus snel. Ik moet eerst naar Stan. En dan gaan we naar de musical. Moeder en Roer. Ik ben even uitgenodigd met een diner. In het Beatrix Theater in Utrecht is vanaf nu te zien. Echt heel erg leuk. Echt heel erg benieuwd naar. Ik ga zo de auto heen. Nou, guys, we hebben net lekker gegeten. Vond je het ook lekker? Lekker man. Nou, het is heel lekker. Leuk. Het is heel leuk. En we zitten nu in de zaal en het is echt prachtig. Kijk maar. Echt zo mooi. En groot. Echt heel leuk. Nou jongens, hij is afgelopen. Ik vond het zo een leuke show. Hey, nog een. Vind je het ook leuk? Ja. Het is echt heel leuk. Echt super gave muziek en dans. En nou, dat is echt heel leuk. Nou guys, om nog even terug te komen op gisteren. Zoals jullie weten ben ik natuurlijk super veel bezig met sporten en zo. En iets heel erg leuks. Ik heb namelijk een nieuwe sportpartner gevonden. Eerst werkte ik zo met mijn protein. Maar ik heb eigenlijk een partner gevonden die veel beter bij me past. En dat is namelijk Vita Kruid. Vita Kruid is net gestart met een sportlijn. En ik vind het super leuk om hier eigenlijk vanaf het begin bij te mogen zijn en mee te mogen groeien. En Vita Kruid gebruikt eigenlijk alleen maar pure, hoogwaardige kwaliteit ingrediënten in hun producten. En in andere merken kan dat nogal wat chemischer zijn. Daardoor heb ik gewoon heel erg het gevoel dat Vita Kruid wat beter bij me past. En ik heb natuurlijk ook de afgelopen tijd heel veel van hun producten mogen testen. En er komen ook echt nog super veel producten aan. Dus daar ben ik heel excited voor. En het is echt zo lekker allemaal. Ik heb net een nieuwe smaak binnengekregen. Een Clearway Pink Lemonade. Dus die ga ik nu even proeven. Maar ze hebben ook Clearway Tropical. Super lekker. Smaakt gewoon lekker naar limo. Echt top. En ze hebben dan een Whey Protein.
vanille en chocola. En de vanille smaakt letterlijk naar een Mackey milkshake. We boycotten natuurlijk de Mackey milkshakes. Het smaakt, jongens, als je dit met melk neemt. Het smaakt oprecht. Ik lieg niet. Ik lieg echt niet naar een Mackey milkshake. Het is zo creamy en romig en lekker. En het bevat ook nog eens 24 gram eiwit. En de chocola, die moet ik nog proeven. Ook net binnen gekregen. En ik heb gewoon een kortingscode. Sarah. Kun je op alles voor Vitakuit gebruiken. Dus hij is doorlopend. Altijd geldig. Altijd krijg je 10% korting. En als dit meer is, dan zeg ik dat natuurlijk voor een bepaalde campagne. Maar ik altijd gebruik voor 10% korting. Ik neem ook dagelijks, maar dit neem ik al maanden. Dat weten jullie. Sales Solutions en creatine. Ook van Vitakruid. Ook allebei echt topproducten. Sales Solutions heeft me heel erg geholpen met mijn haargroei en mijn gezonde glanzende haar. Het heeft voor, ja, het helpt voor een mooi glanzend en stevig haar. Nou, ik moet het nog nemen vandaag, dus ik ga het ook even doen. Ik kan dus Sarah altijd gebruiken bij Vitakruid. Super chill. Ik gebruik de smaak aardbei. Ik vind die echt veel beter als de normale. Maar je hebt ook tropical. Die smaak is ook lekker. Ja, lekker. Het blijft Sales Solutions, maar it is what it is. En dan neem ik altijd een scoopje creatine. Ik heb ook echt super chille, sluitbare zakken. Met dit, zeg maar. Zo'n sluiting. Heel erg chill. En deze creatine heeft geen smaak. Dan zou ik even een poeder in je mond hebben. En ze hebben echt hele fijne sportbekers. En die krijg je nu gratis. Als je een whey protein of clear whey bestelt. Dan krijg je gratis bij. Ik ga even de pink lemonade uitproberen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind clear whey sowieso echt een uitvinding. Want ja, je vangt elke keer 21 gram eiwit. En het valt op voor 80 calorieën. En je neemt het gewoon met water. En het voelt gewoon letterlijk alsof je limo neemt. Dus als je gewoon een glas water wil. Neem dan gewoon een glas clear whey. En dan heb je meteen je proteïne en wat dan top. Ook als je niet veel sport is het alsnog goed om veel eiwitten te nemen voor je spiercel. Sowieso goed voor je spieren. Oké, ik ga hem. Ik heb hem erin. Deze beker vind ik echt super chill. Oeh, hij is helemaal leuk roze. Het ruikt echt heel lekker al. Dus je moet clear whey altijd schudden. En dan moet je het heel even laten staan. Ik zet het altijd persoonlijk even in de koelkast, zodat het iets kouder wordt. Echt 2 minuutjes. Even in de koelkast zetten. Perfect. Maar goed, hier hebben we even dus een uitleg. Hoe, wie, wat en waar over Vitakruid en waarom jullie minder over mijn protein hebben gezien. Kijk, als het dan even in de koelkast heeft gestaan, dan is het weer helemaal helder en opgelost. Dan heb je echt een heerlijke limo, in ieder geval. Dat gaan we nu proeven. Oeh. Oh, dit is heel lekker. Dit is zeg maar niet te zoet, maar smaakt het naar, ja. Echt naar pink lemonade. Echt dat... Echt een beetje zo'n lemony. Ik vind deze misschien nog wel lekker als een tropical. Oké, guys. Ik ben terug van mijn wenkbrauwen. Ik heb dus altijd powder brows. Dus laat ik zetten bij Anna Stroeva. Echt zo, zo perfect doet zij het altijd. Ik doe het nu al 4 jaar. En eens in het jaar laat ik het bijwerken voor een touch-up. Ja, ik ben er echt mega over spreken. En echt mega blij mee. We hebben nu gezellig een gezellig meidenavondje. Dus we gaan gezellig bij Isabel. Dus zoals ik op zichzelf gegaan. Lekker borrelen en lekker hapjes eten. En helemaal gezellig. Ja, helemaal leuk in. Helemaal zin in. Helemaal leuk. En ik ga even die meiden ophalen. Oh, we zijn gezellig bij Is. En ze heeft echt wel ontzettend haar best gedaan. Ze slaat er helemaal nergens op. Kijk nou hoe leuk hier ook helemaal de tafel. En het huis is ook echt prachtig natuurlijk. Nou, het is echt helemaal wazig. Het is echt prachtig natuurlijk. Ja, het is echt heel wazig. Nou, dit is toch niet normaal. Everybody, yeah, yeah. Het is zaterdag en ik heb vanochtend een Hyrox training gehad. Dat ging heel goed en ik heb even klaargemaakt. Vanavond is het hier gondelvaart, dat is echt super leuk. We gaan met z'n allen de plas op en er is vuurwerk, helemaal gezellig. Dus Bo en ik gaan er nu even boodschapjes voor doen en dan gaan we gezellig vanavond in de karperboot. Ja, helemaal leuke dag.
Bonjour, bonjour. Hello. We hebben een... Het was 3 voor 20. Dat is echt best een goede deal. Ja, maar het is altijd een goede deal. Oh. Dus Jumbo Sushi is echt... underrated. Ja, ik weet niet of elke Jumbo dit heeft, maar er staat gewoon een verse sushi chef. Gewoon als een verse sushi chef staat er. Oh. Oh, deze is... Zal ik het er overheen? Ja, doe dat. Oh, het is ook gelijk sneakerhead hier. Ja, het is echt warm. Beetje warm hier. Sneakerhead. We hebben even inkopen gedaan. Ik ben zo benieuwd naar vanavond. Ik ook. Ik heb ook nog nooit gevonden waar ik nuchter meegemaakt. Ja, ik ook niet eigenlijk. Nou, jawel, vroeger. Ja, maar toen was ik er niet. Ik heb pas... Dit wordt pas mijn derde hondenvaart. Echt? Ja. Ik mocht vroeger altijd met Ilona haar ouders mee. Dat was zo leuk. Ah. Ja. Het is echt zo leuk. Het klinkt zo stom. Hondenvaart. Maar het is echt heel leuk. Maar je heet ook helemaal geen hondenvaart. Niet? Officieel heet de torenschudden. Niet. Ja. Oh, hoe doen ze in het hondenvaart? Dat weet ik veel. Dat is denk ik makkelijker, want dat is torenschudden. Dat klinkt ook niet echt als je. Klinkt wel heel boers. Ja. Maar hier op de plas, dan gaat iedereen met de boot de plas op. En dan komt er, ga je gewoon in rondjes varen. Gezellig met iedereen, drankjes, gezellig, hapjes. En dan 9 uur is een hele vuurwerkshow, fucking mooi. En daarna is het gewoon een party. Maar het is 1 jaar niet geweest, toch? Ja, ieder jaar zeggen ze van we gaan het niet meer doen. Ja. Nou, ik weet niet of het echt ieder jaar zo is. Maar voor mijn gevoel zeggen ze ieder jaar van we gaan het niet meer doen. Omdat Nieuwkoopplas ook natuurlijk gewoon een natuurgebied is. Ja, en het is allemaal overlast verkoord. Nou, voor je dure. Maar dat is ook, dat is tegenwoordig ook helemaal ding, gewoon zo'n elektrische vuurwerk. Met die drones. Ja, het gaat toch gewoon leuk om de vibe, om de gezelligheid. Maar het wordt wel allemaal gesponsord, hè? Ja. Van origine is het volgens mij een feest om alle vrijwilligers in Nieuwkoop te bedanken. Oh. En het wordt maar ook allemaal geregeld door vrijwilligers. Daarom je hebt het ook moeilijk. In Brazemeer en zo. Ja. Is dat hetzelfde idee of zo? Nou, ik denk dat het gewoon hetzelfde concept is, maar een ander ding. Vorig jaar was het fucking mooi weer. Toen hebben we nog gezwommen. Mm-hmm. Ik ook. Ja. Ik heb ook niet echt gezwommen, maar... Dan had ik gewoon een bandeau top aan, gewoon zo. Ja. Oh, toen heb ik wel geplassen, ja. Zo dat ik moet plassen. Ja, allemaal. Ja, toen zijn we gewoon in het water gegaan. Heel dicht. Zo die auto opnieuw op alle kanten. Aanscheur. Dat ben ik echt over gewoon 50 jaar. Ja. Oh, ik vind het even zo lekker. Ja, ik ook. Maar dit is echt... Oh nee, ik heb 1 broodje. Maar ik ook. Met ei. Oh nee, en voor het sporten... Rijstwafels met pindakaas en bananen. Goed energiek. Mm. Snelle koolhydraten. Ja. Ja. Die spicy mayo ook. Ook echt even nodig. Ik weet ook wel wat ik vanavond heb. Ja. Maar ik kan niet eentje met stukje laten eten en de andere. Nee. Dat is echt zielig. Wat ga je vanavond? Ik weet al wat ik wil eten. Wat dan? Het staat pulled pork. Ja, ik ook. 100. Ik hoef niks anders. Nooit meer iets anders. Nee. Ik wil eigenlijk nu ook al die deppel. Kan toch? Maar ik kom vanavond niet meer. Moet ik even inhalen. Ik ga er toch gewoon nog een halen. Oh. Ik ga hier nog een dwaas. Een dwaas. Een dwaas. Nou, we zitten op de bank. Maar geef kom. Kijk even. Hoe leuk. Ik ook. Ik word hier zo blij van. Kijk hoe. Kijk nou. Helemaal vibe. Zo'n ondergang. Ik vind het niet normaal. Ze hebben het altijd lekker. Goed zo varen. Zo leuk. We zijn nu aan het wachten. Iedereen ligt. Kijk. En dan zijn we nu aan het wachten op het vuurwerk. Goedemorgen, het is zondag. Gisteravond was echt super, super gezellig. Ik ga zo meteen hardlopen. Helemaal zin in. En jezus, ik ben gewoon bijna uit van de trap lopen. Dan moest ik ook zo hardlopen. Nou, guys, dit was alweer de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren. En als je nog niet mij volgt, TikTok, Instagram en Snapchat, is dat allemaal @sarahverwoord. En er staat heel veel zon op mijn gezicht. Maar bedankt voor het kijken. Doei.